In en rond Nederland staan de kerncentrales Borselen, Doel, Tihange en Emsland. De kans op een ernstig ongeval bij een van deze kerncentrales is klein. Toch maken burgers zich zorgen over kerncentrales. Dit komt door incidenten bij kerncentrales. Die de laatste jaren veel in het nieuws kwamen. Ook hebben de rampen in Tsjernobyl en Fukushima laten zien wat de gevolgen van een kernongeval kunnen zijn. Voor de onderzoeksraad waren die zorgen aanleiding om onderzoek te doen naar. de samenwerking tussen Nederland en zijn buurlanden om een kernongeval te voorkomen. en. de samenwerking tussen Nederland en zijn buurlanden om de gevolgen van een kernongeval te beperken, mocht dat zich voordoen. Daarnaast heeft de onderzoeksraad gekeken naar de informatievoorziening aan burgers. De onderzoeksraad heeft niet alleen in Nederland, maar ook in België en Duitsland onderzoek gedaan. De betrokken partijen in de buurlanden hebben hun medewerking aan het onderzoek verleend. Hoewel de kans op een kernongeval klein is, kunnen de gevolgen ernstig en grensoverschrijdend zijn. Het is dus van belang dat landen hier rekening mee houden. En zich samen voorbereiden op een ongeval. Uit het onderzoek blijkt dat de grensoverschrijdende samenwerking deels op papier is geregeld. Maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet, acht de onderzoeksraad de kans groot dat de samenwerking niet goed zal verlopen. Een aantal crisisplannen houdt weinig rekening met het feit dat de gevolgen van een kernongeval grensoverschrijdend kunnen zijn en dat buurlanden dus moeten samenwerken. De drie landen hebben een mogelijk kernongeval nauwelijks samen geoefend. Oefeningen zijn van groot belang om te zien of de samenwerking goed verloopt en om de partners aan de andere kant van de grens beter te leren kennen. Als er radioactieve stoffen vrijkomen bij een kernongeval, zal de overheid op het juiste moment maatregelen moeten treffen om de bevolking te beschermen tegen straling, zoals schuilen, de inname van jodiumtabletten en evacuatie. De landen bereiden afzonderlijk van elkaar maatregelen voor. Omdat ze daarbij verschillende afstanden hanteren, kan het zijn dat mensen aan de ene kant van de grens iets anders moeten doen dan aan de andere kant van de grens. Dit kan verwarring geven en zorgen voor onrust. Het is belangrijk dat omwonenden van kerncentrales eenduidige instructies krijgen als zij te maken krijgen met een kernongeval. Verschillen in taal en cultuur tussen landen kunnen problemen opleveren. Daar is in de voorbereiding geen rekening mee gehouden. Landen moeten tijdens een ongeval samen besluiten welke maatregelen ze treffen. Over de gezamenlijke besluitvorming zijn geen afspraken gemaakt. De grensoverschrijdende samenwerking is op een aantal onderdelen wel goed voorbereid. Landen hebben afgesproken elkaar zo snel mogelijk in te lichten als er een noodsituatie bij een kerncentrale dreigt. Ook hebben ze bij een kernongeval toegang tot elkaars stralingsmetingen en technische gegevens. Om te voorkomen dat het misgaat, houden de nucleaire autoriteiten in Nederland en de buurlanden toezicht op de kerncentrales. Zij delen informatie over de veiligheid van de kerncentrales, leren van elkaar. En brengen elkaar na een incident op de hoogte. Alle incidenten die zich in de afgelopen tien jaar bij de vier kerncentrales hebben voorgedaan, waren storingen die geen gevolgen hadden voor de veiligheid van de omgeving. Toch hebben die storingen onrust veroorzaakt. De nucleaire autoriteiten publiceren kort na elk incident een bericht op hun website. Deze informatie is eenvoudig te vinden. En stelt burgers in staat om zelf te zien wat er aan de hand is. De onderzoeksraad constateert echter dat de uitleg voor de meeste burgers nauwelijks te begrijpen valt. De autoriteiten slagen er niet goed in de zorgen in de samenleving te onderkennen en hier in hun communicatie op te anticiperen. Daarom beveelt de raad de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat aan: verbeter met België en Duitsland. De gezamenlijke voorbereiding op een grensoverschrijdend kernongeval. Besteed aandacht aan de crisisplannen, oefeningen, harmonisatie van de beschermingsmaatregelen en eenduidigheid van de informatie aan burgers. Maak afspraken met België en Duitsland over de gezamenlijke besluitvorming bij een kernongeval. En beveelt de Raad de ANVS aan: verbeter de informatie aan burgers door in begrijpelijke taal te communiceren. En te zorgen dat burgers op één plaats informatie kunnen vinden over wat zij moeten doen bij een kernongeval.